Nee, dat doe ik nog niet. De brandstofprijzen die stijgen wel hard op dit moment. Ja, dat klopt. Ja. Dus het wordt wel steeds aantrekkelijker. Maar op dit moment heb ik nog niet de financiële ruimte om elektrisch auto te kopen. Wanneer besluit u dan om elektrisch te gaan rijden? Ja, als het onbetaalbaar wordt. Het is nu nog net betaalbaar. En als iemand mij een elektrisch auto cadeau doet. Kijk, we hebben net een tweedehands auto gekocht met automaat. En mijn man wordt 82. Dus ik denk dat wij... En we gaan veel minder rijden. Dus ik denk niet dat wij dat doen. Als ik er geld voor heb, maar ik koop geen auto. Maar ik ben 82, ik koop niks meer. Dat ding ik. Dat hadden we al gedaan. We hebben de auto nu 2 jaar deze week. En het is half elektrisch, half benzine. En kunt u dat iedereen aanraden? Ja, echt zeker weten. Ja. Denkt u dat veel mensen op korte termijn elektrisch gaan rijden? Om de reden van de stijgende brandstofprijzen? Als ze die prijs van die auto's kunnen betalen, dan raad ik ze dat echt aan om te doen. Vanwege de kosten inderdaad, was nog niet helemaal mogelijk. Verwacht u dat meer mensen elektrisch gaan rijden vanwege de huidige omstandigheden? Als ze het kunnen bekostigen, ja, denk ik wel. Maar we hebben net een nieuwe auto gekocht, benzine. Maar wel hybride, hè? Ja. Hybride. Dus dat is half elektrisch, half brandstof. Ja, meer brandstof dan meer brandstof dan. En heeft u daar nu spijt van, omdat de brandstofprijs zo hard gaan stijgen? Ja, je kan er wel spijt van hebben, maar er zit ook een kostenplaatje aan. Je moet wel... Ze zijn hartstikke duur. En ook de voorzieningen. Wij wonen op het dorp en dat is best allemaal nog ingewikkeld. En dan is het moeilijk om daar een laadpaal neer te zetten. Nou, dat is een ver van mijn bedshow autootje. Ja, daar heb ik de financiële middelen niet voor. Op dit moment. Maar ik me ook nog eigenlijk nooit in verdiept. Maar kunt u zich voorstellen dat sommige mensen gaan besluiten om elektrisch te rijden vanwege de stijgende brandstof? Ja, absoluut, absoluut. Want ik werk in Hengelo en ik begin nu al te denken van ik ga op de fiets naar mijn werk. Worden we dan een beetje voor de gek gehouden? Ja. De regering van ons, die houdt de mensen voor de gek. Ze maken mensen bang. Dat is niet goed. Ja, klopt. Wegens de benzineprijzen. Geld is op. Ja. Mensen kunnen niet meer betalen. En het eind van de stijging van de brandstofprijzen is natuurlijk nog niet in zicht. Nee, dat wordt nog een hele lange weg. Ja, gaat uw buurman elektrisch rijden, denkt u? Nee, die rijdt al elektrisch. Omdat hij van Almelo naar Amersfoort moet reizen steeds. Dus is elektrisch voor hem veel handiger. Stel dat benzine 5 euro per liter gaat kosten. Ja, ja, dan vind ik het onbetaalbaar. Ja, dan wel. Ja, dus dat zou een moment zijn. Denkt u dat de brandstofprijzen weer gaan dalen? Ja, ja, ja. Misschien ben ik goed gelovig, maar ik denk het wel. Ja. Maar u kunt natuurlijk niet in de toekomst kijken. Nee, zeker niet. Nee, nee. Maar er is wel hoop, omdat het voor de burger niet te doen is. Dus ik heb het idee dat het wel moet. Denkt u dat veel mensen minder gaan rijden de komende tijd? Ik denk het wel. Ik weet wel zeker. Want ik zie wel, als ik dus... ik ga nou wel eens naar de sportschool. En als je dan ziet hoeveel auto's er 's middags langskomen waar maar 1 persoon in zit. Dan vraag ik mij af, waar zijn we mee? Wat doen we toch? Hè? Daar moet toch een oplossing voor te vinden zijn. Dat mensen meer met de bus naar het werk gaan of net zoals vroeger. Ja, dat is een prijs die we ervoor moeten betalen. Hè? Ja, ja, ik denk dat er... mensen grotere problemen zijn dan iets minder rijden. Maar denkt u dat meer mensen besloten hebben of misschien gaan besluiten om elektrisch te gaan rijden vanwege de stijgende brandstofprijzen? Het zal iets schelen, niet veel denk ik. Ik denk niet veel scheelt. Uiteindelijk wel, maar het is nog een beetje prematuur denk ik. Het is voor iedereen nog niet weggelegd. Nee, wel een paar bij mij in de wijk die zo'n autootje hebben met zo'n mooi laadpaaltje. Maar voor de rest, een paar op het werk. Maar voor de rest heb ik me nooit in verdiept. Dus, Nee, maar ik heb geen auto. Dus ik heb wandscooter. Dus elektrisch rijden is er ook niet bij aan. En er zijn natuurlijk ook nog andere oplossingen, hè? Ja, je hebt auto's die helemaal op stroom gaan. Maar dat vind ik, als je echt ver op vakantie gaat, vind ik het een probleem. Dat hoor ik steeds om me heen. Dat probleem geeft. Verwacht u dat de brandstofprijzen nog verder gaan stijgen? Ik denk het wel.
Ik zei van de week al, het wordt wel 2,50, maar dat is het denk ik nu al. Ja, dit jaar zeker. Absoluut. Als je ziet wat daar in de Oekraïne en Rusland gebeurt. Ja. Ja, dan ga je vaker de fiets pakken. Dan ga je die lange reisjes en die ritjes wat je normaal doet op zondag, dat laat je wel achterwege. Kortom, dan is het een kwestie van noodzakelijke keuzes maken. Ja, het is, we hebben hem niet nodig voor het werk, dat niet. Maar voor leuke dingetjes doen op zondag en boodschappen, de grote boodschappen. Dan heb ik een auto nodig, maar verder, ik doe alles op de fiets. Waar gaat dit eindigen? Wat doen? Brandstofprijzen? De brandstofprijzen, laten we daar maar eerst op houden. Ja. Die zal in €3 gaan, denk ik. Ja. Dat weet ik niet. En wat zou er gebeuren als die zou stijgen naar €5 per liter? Ja, maar dan is de situatie dermate dat je misschien daar niet eens meer het allerdrukste van maakt. Dan gelden andere prioriteiten. Dat dacht ik, ja. Ja, het kan bijna niet anders. Kent u ook mensen die al besloten hebben of gaan besluiten om elektrisch te rijden? Nee, niet door de verhoging van de benzineprijs. Nee. Dus u houdt het nog in beraad? Ja, ik denk het.